Welcome back to my channel. Hey! Welcome back to my channel. Waarom is het zo dichtbij? Like, subscribe. Oh, 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 shoot. Ben jij aan het recorden? Dit worden de bloopers. Nee, dit was gewoon begin. Oh, je hoort toch altijd van die, zeg maar, van die grote YouTubers? En dan krijgen ze comments van... waarom je zeg maar, je moet eigenlijk hier kijken. Ja, klopt. Want als je hier kijkt, kijk je alleen maar naar jezelf. Oh ja, die gewoon jezelf. Als ik helemaal hier aan het kijken, maar inderdaad hier kijken. Naar hier. Misschien is het niet zo slim dat we dit. Nee, is wel handig. Ja, maar dan kan je zien dat je. Oh, we matching, great. Oh ja. Cute. Vibe. Oké, ja. Ik ga stuk. Hey, jouw video. Ja, nee. Ik dacht, het is wel grappig om. Een video met jou op te nemen. Because, I don't know, it will very nice. Ja. Dus ik heb een paar vragen voorbereid. Spannend. let's just get into it. Oké, dit is Cabo. Cabo, stay for. Hallo, ik ben Cabo. Joey's vriendin. Oké, het is maar een vraag over persoonlijk. Hoe we elkaar hebben ontmoet, zulke dingen. Spannend. Geen moeilijke vraag, toch? Nee, het zijn geen moeilijke vragen. Oké. Dus let's guess it. Kunnen we weer beginnen? Oké, maar moet ik die vraag aan jou stellen of jij aan mij? Ja, het ligt eraan. Oké. Dus kijk maar. Oké, ik doe gewoon de eerste, ja? Ja. Wat denk je dat voor mij gemakkelijker gaat, dat moeilijk is voor anderen? Ja. Wat voor moeilijke vraag heb jij? Ik dacht dat gemakkelijk. Kapot moeilijk. Ik ga stuk. Ik denk van jou nieuwe dingen uitproberen. Je bent wel zeg maar adventurous. Ja. Dus experimenteel. Ja, jij zegt niet zo snel nee. Ja, klopt. Volgens mij durf je wel die stappen uit te nemen om uit je comfortzone te komen. Ja. Ja, dat is wel waar. Maar dat heb ik bijvoorbeeld ook met eten, dat ik wel zo van rare combinaties altijd wil proberen. Ja. Dan weet je tenminste hoe het is, als weet je nooit hoe het is. Ja, dus je bent niet zo bang voor nieuwe dingen. Ja. Ik denk, want ik weet niet of het echt zo is, maar wat ik zie echt een enorme groei de laatste tijd hierin. Is public speaking. Echt waar? Ik haal het zo erg. Ja, maar hoe je daar staat, zeg maar met fellowship en zangleiden en dagvoorzitter zijn. Ik zie echt een stijgende lijn. Echt een groei gewoon. Mm. In hoe je jezelf presenteert en hoe je je verhaal doet. En het wordt echt elke keer beter. En je doet het ook zeg maar op een hele engaging manier. Dat je echt wilt blijven luisteren. Mm. En het is ook gewoon. Het is ook gewoon fijn om naar te luisteren. Ja. Oh, thanks. Ja, je bent daar echt in gegroeid. Nee. En het is ook gewoon. Ik vind het ook gewoon leuk om jou daar te zien staan. Dus ik hoop dat je het vaker doet. Ja, nou ja. Nee, het is wel goed om te horen, want ik voel me echt. Ik weet niet. Ik voel me echt heel onzeker als ik praat. Ja, dat snap ik. Maar juist omdat je dat zeg maar eng vindt en je gaat het aan. Mm. En je doet het ook vaak, dan oefen je zeg maar daarin ook. Ja, klopt. En hoe vaker je het doet, hoe minder eng het wordt, toch? Heb je dat niet? Dat heb ik ook. Want ik vind het ook heel eng, maar ik vind het aan de andere kant ook heel leuk of zo. Want hoe vaker je het doet, public speaking en presenteren überhaupt voor een grote groep mensen. Zeg maar, hoe vaker je het doet, hoe minder eng. Ja, is wel zo. Ja. Thanks. Proud of you. Ja. Okay, it's my turn. Geen moeilijke vragen. Meteen de klapper. Echt, hè? Oké. Hey, kom niet met moeilijke vragen. Oh, nee, dat is niet. Oké, misschien wel. Wat was het eerst dat je opviel aan mij? Ik denk je stijl, je kledingstijl. Die vind ik heel leuk. Heel, zeg maar, gewoon heel leuk en hip en jong en modern, zeg maar. Gewoon wel, ik zie wel aan jouw kledingstijl dat je wel daarin expressief bent. En dat vind ik heel leuk. Dat vind ik überhaupt heel leuk aan mensen die zich uiten door kleding. En je kan door kleding echt zien hoe iemand is of hoe iemand voelt. Dat vind ik alles super leuk om te zien. En bij jou kan ik dat zien. Mm. Dat vind ik leuk. Ja. Nee, thanks. Ja. Ik zie wel dat je into fashion bent. Thanks. Ja, maar dan kreeg ik op de middelbare school kreeg ik al die complimenten van je kledingstijl is echt leuk. Ja. Ja.
Maar voor jou, wat ik me eerst opviel, is een Chinees met blonde haren. Chinees met blonde haren? Oh ja! Oh, jij had mij natuurlijk niet kennen met blond haar. Ja. Oh ja, wow. Ik, soms vergeet dat ik gewoon echt blond haar had. Gewoon echt... Blond. Ja, echt platinum. Wacht, ik had... niet platinum blond, maar... Voor de viewers. Ja, dat is echt... Ik vond het echt... Ja, dat stond je echt goed. En het was echt mooi blond. Maar het was echt blond. Ja, wow. Kijk, dit was ik. Oh, je moet hier het. Hoe weet je? Je ziet het niet. Oh ja. Wow. She was different. En nu zie ik er zo uit. Wow. Nu zie ik er zo uit. Wow. Ik ga stuk. Dit is maar, echt... It's weird. It's anders. Nee, maar als je dan kijkt, denk je niet van wie is deze, wie is dit? Ja, maar ook zo van... Waarom deed je dat? Waarom deed je dat? Maar nee. ik vind zwart haar gewoon veel natuurlijker, want dit is gewoon mijn echt haarkleur. Mm. Ik voel me ook gewoon meer natuurlijk of zo. Maar dat was het eerste wat jou aan mij opviel. Ja, ja, natuurlijk. Chinees met blonde haren. Huh? Chinees met blonde haren. Maar op een slechte manier? Of? Nee, gewoon, ik vind ook wel leuk. Gewoon. Oh, zo van, oh, gewoon blond haar. Ja, maar zeg maar. Toen ik dat zag, ik wil het altijd al doen. Mm. En toen ik dat echt zag, dacht ik van, oh, wow. Oh, nice. It's possible. Ja, ja, ik vond het echt nice. Oké. Okay. Ja. Maar wil je nog steeds? Nee. Maar je hebt wel een beetje geblondeerd haar, toch? Ik heb inderdaad voorheen mijn haar ook al geblondeerd in Indonesië. Toen werd het geel. Oh ja. Maar dat is niet goed getoond. Nee, maar ook door, ik kon niet goed onderhouden daar in Indonesië. Oh ja. Dus, Maar misschien taalbarrière. Misschien heb je gewoon per ongeluk gezegd, je hebt wel geel haar. Het was echt mooi. Het was gewoon een bepaald jaarsje baars. Oh. En dan werd toen grijs. En toen in Bali werd het geel. Gastiek. Ja. Ja, dat heb je met blond haar. Ja, dat je het moet onderhouden. Ja. Dus, nee. Echt maar, ik zou wel balayage doen, maar niet helemaal blond. Ja, ik snap wat je bedoelt. Gewoon helemaal, zeg maar. Dat... Ja, dat is wel iets te much. Ja, snap ik. Oké. Okay. Next. Oké. Kledingstijl, blond haar. Ja. Stuk. Ja, wel uiterlijke dingen. Ja, maar, ja. Oh, ja, ja, nee, maar dat is niet echt maar het eerste wat op mij opviel aan jou, maar ja, gewoon je lach. Oh, ja. Is het kapot aanwezig? Oh, als je Cabo hoort, je weet dat ze er is. Zie je? Heb ik echt gewoon een lach? Ja. Nu is het nog minimaal, maar oh, je weet hoe hard het kan. Ik ga stuk. Ja, oké. Okay. Wat bewonder je het meest aan mij? Oh. Dit wordt heel cheesy. Oh jee. Wat bewonder je het meest aan mij? Ja, wel eigenlijk heel veel dingen. Ja, waar moet ik mee beginnen? Ja, maar echt. Maar echt. Ja, er is sowieso niet één ding. Nee. Het zijn zeg maar wel echt meerdere dingen. Gewoon wie jij bent als persoon. Ja, er is niet echt één ding van... Ja, er zijn zoveel dingen. Maar als ik zeg maar denk aan Cabo. Wat ik zeg maar heb gezien natuurlijk. Want ja, je weet toch gewoon op werk ben je anders dan in de kerk of ja, de familie of weet ik veel. Maar je bent gewoon echt wie je bent. Je gaat niet zeg maar... Anders doen. Nee, als iemand je misschien... Waar je bent niet bij, fijn voelt. Ga niet minder lachen of zo, weet je wel. Mm. Jij zal altijd lachen als het grappig is. Ook al vinden mensen het niet grappig. Ja. 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 Dat zou jij, ja... Dus dat vind ik wel ja, mooi, dat je gewoon jezelf blijft. Ja. Want het is wel lastig in deze tijd om jezelf echt te blijven als je niet, ja. Ja, zeker wel. Als je te veel vergelijkt met anderen of weet ik veel of je bent. Ja, precies. Maar vind je dat ik dat heel erg kan? Dat ik zeg maar, ja, mezelf blijf, mezelf durf te uiten. Ja. Ik bedoel, dat toont aan alles. Ik bedoel, je fashion, je muziek inderdaad, wat je leuk vindt. Ja. Ja, ik zou zeggen dat het misschien... Kijk, op werk ben je natuurlijk anders dan als je bijvoorbeeld thuis bent en als je in de kerk bent. Maar over het algemeen is er wel gewoon één lijn van wie jij bent. Mm.
Dus niet dat ik opeens een heel ander persoon ben of zo. Nee, nee, nee. Ik werk dan in een kerk. Het is gewoon, ik ben gewoon ik, weet je. This is what you get. Ja. Yeah. Ja, yeah, true. En aan jou? Ja, wel echt een aantal dingen hoor. Gewoon ook, om te beginnen, je creativiteit. Oh. Hoe jij zeg maar jezelf uit, ja, door je kleding en ook die reels die je maakt. Echt superleuk. Gewoon alle content die je maakt, überhaupt, oh, vind ik leuk. Thanks. Maar ook hoe je zo gepassioneerd daarover bent. Weet je, helemaal een camera gewoon, deze hele setup en zo. Echt een stuk. En dat is ook gewoon heel leuk, want ik vind zeg maar het feit dat jij content maakt en het leuk vindt om foto's te maken en video's te maken, dat alleen al vind ik leuk, want niet iedereen snapt dat. Ja. Yeah. En daarin, yeah, en daardoor heb ik zoiets van, oh, ik heb zeg maar haar gevonden, want jij snapt dat. Ja. Yeah. En andere mensen kunnen misschien denken van, oh, het is heel soort van oppervlakkig of heel raar of zo, maar jij snapt dat. Kijk, if you know, you know. Ja, yeah, exactly. En ook dat je zeg maar die angles snapt. Dat is zeg maar, dat is echt een insiders ding, hè. If you know, you know. Zeg maar al die angles, dat je precies weet wat ik bedoel. En daardoor gaat zeg maar foto's maken ook super snel. Ja. Yeah. Nee, maar dat vind ik ook zo chill. Ja, jij bent niet judgmental. Ja, yeah, nee, not at all. Nee, dus dat vind ik ook heel erg chill. Dat ik gewoon mezelf kan zijn. Daarom heb ik jou gevraagd. Ja, oh. Ja, yeah, maar nee, je creativiteit. En ook hoe jij gewoon, ook gewoon jezelf bent. Zeg maar, de Joey buitenkerk is gewoon hetzelfde als de Joey binnenkerk. En hoe jij zeg maar je creativiteit ook meeneemt in de kerk en in je bedieningen. Gewoon bijvoorbeeld die posters die je maakt, ook echt superleuk. En ja, zoals ik al zei van, kijk, we zijn beide christelijk. Maar we blijven wel gewoon onszelf. Want ik denk dat de buitenwereld zo'n beeld heeft van christen van, oh, als je zeg maar christelijk bent, dan ben je saai en dan doe je heel veel dingen niet, dan ben je zeg maar vroom. Echt zo'n heel stereotypisch beeld over christen zijn, maar dat is helemaal niet een accuraat beeld. Want dat je christelijk bent, betekent niet dat je niet meer creatief kan zijn, betekent niet meer dat je zeg maar je leuk kan kleden en zo. En jij hebt zeg maar ook die interesses in fashion en in muziek en in content maken en zo. En daardoor laat je eigenlijk zien aan de buitenwereld van dat ik christelijk ben, betekent niet dat ik een saai leven hoef te leiden. Nee, weet je, ik kan gewoon al die leuke dingen doen en ik ben christelijk. Mm. Dus dat vind ik zeg maar heel leuk aan jou, dat je gewoon jezelf bent en gewoon je eigen ding doet. Thanks. En ja, you're cute. Je bent gewoon echt super lief. Gewoon, maar gewoon heel puur en echt, zeg maar. Ik voel gewoon bij jou dat ik mezelf kan zijn. Ja, maar dat heb ik dus met jou. Dat ik ook mezelf kan zijn. En ik weet dat, want je hebt zeg maar een soort van altijd zo'n innerlijke intuïtiegevoel. Ja. Als je zeg maar samen met iemand bent geweest, soms heb je toch zeg maar dat als iemand toxic is en je bent samen met diegene geweest, dat je gewoon je hele energie is gewoon drained. Gewoon drowned. Yeah. Gewoon. Dan weet je van, oké, die energie was niet goed. Maar bij jou voel ik me altijd opgeladen. Mm. Want ik weet gewoon dat ik mezelf kan zijn bij jou en dat jij gewoon niet judge. Oh. Kinsoen belt nu. Oh. Ja. Hoe is hier? Hallo. Hoi. Yo, ik ben er. Oh, we gaan nu open doen. Oké, is cool. Thanks. Oké, dit is het einde van de video. Als het goed is het niet open. Ja, nee, maar ik vind het gewoon heel chill dat ik mezelf kan zijn bij jou. En het, want ik luister gewoon naar, zeg maar, mijn gevoel nadat ik... oh, ik denk zo. Oh. Ja, stuk. Ja. Ja. Want mijn gevoel nadat ik met iemand heb gehangen, zeg maar, gehangen, zegt heel veel over die persoon. En bij jou voel ik me echt opgeladen en energiek en gemotiveerd en ik voel me echt gewoon goed. En dat zegt echt heel veel over jou. Ik kan gewoon mezelf zijn bij jou. Thanks. Oh. Let's go. Hij denkt echt, wat er gebeurt hier? Hallo. Klaas, ik dacht straks dat ik iemand anders, weet je. Sorry man, maar weet je. Oké, dat was een hele abrupte einde. Laat me weten als je nog een deel 2 wilt zien. Ik ben God heel dankbaar dat ik Cabo heb mogen leren kennen en dat ik met haar dit leven mag bewandelen. Cabo inspireert mij om te zijn zoals ik ben en ook niet bang hoef te zijn om mezelf te zijn. In deze video hebben we het vaak over uiterlijk gehad en hebben we elkaars uiterlijk veel gecomplimenteerd. Maar
Ik wil mezelf en jullie herinneren dat dat niet de prioriteit moet zijn. De focus moet niet liggen op onze uiterlijk, maar het innerlijk en ons karakter. Daar ligt de ware schoonheid. In plaats van de hele tijd naar nieuwe kleren te kijken, online te shoppen, kan ik beter mijn tijd aan anderen geven en me te bekommeren wat er echt tot doet. Het goede nieuws verspreiden. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden.